Joke Christian, even naar haar lekker mooie spelen. Nou, dames en heren. Kijk, vandaag gaan we lekker mooie spelen. We hebben een heel TNT gebeuren gedaan. Dit keer wil ik wat meer aan mijn huis gaan doen. Kijk, ik wil waarschijnlijk ergens wil ik een slaapkamer. Want kijk, er staat nog niks in mijn huis. Dit is het kattenluik. Ik vind het wel weer zo gezellig. Iets dat je elke keer het kan voelen. Dat dit mijn werkkamer wordt. Kijk, dan gaan we even kijken voor een bed. Zo. Oh, er zijn monsters bij mij in de buurt. Natuurlijk. Zo jongens. Het hoort gewoon lekker. Ik moet ook een troon maken. Misschien kan ik even kijken als ik E doe en dan King. Wat gebeurt als ik die doe? Even gewoon wat leuks hebben. Ze denken wat leuk is. Kijk, dit kan ik gewoon zo maar neerzetten. Ik hoor iets. Oh, het is buiten mijn muur. Hallo meneer. Zo. Dit is de slaapruimte. Ik weet niet hoe je die boeken daar nooit neerzet. Nou ja, boeien. Er moet een troon komen.
Dit is wel een goede troon. Zo, nou, we hebben een troon. Ik hoop dat die katten niet heel erg gelukkig zijn. Want die staan weer hier dan buiten. Hallo. Ga je van naar binnen? Ja, dat kan dat hoor. Oh, kut. Als het was die muur doorheen. Stone. Cobblestone. Voor de excess huis in een fik steek. Oh, mevrouw de kat. Hoe kan ik? Hoeveel katten heb ik ooit? Oh ja, trouwens, ik zat even een paar afleveringen te editen. En ik zag dat ik iets wat fout had gedaan. Tenminste, dacht ik. Moet ik even kijken, want ik denk dat ik mogelijk... Kijk hier. Hier ben ik een paar fakkels vergeten. En hier. Dan gaan we even fixen. Nou, die is alweer verbrand. Oh nee. Je moet wat tegen mijn paleis aanwonen. Wat is dit trouwens? Een huis. Ik zit nog te denken om hier ergens een zwembad neer te zetten, maar ik weet niet waar. Ja, dat is lastiger. Ik zit te denken om hier overal licht op te zetten. Maar die blijft toch weer even net wat mooier. Ik kan moeilijk de hele tijd hier zo zitten. Dat is, oh ja, zo is het dan. Dus. Ik denk dat het nu verstrekking nacht is.
dat het dan wel ziek uitziet als ik dit nu heb. Gewoon wat licht op de... En die wachttoren zijn wel belicht. Zo. Nou, als hier niet genoeg licht is, dan weet ik het ook niet meer. Maar ik moet natuurlijk ook wat licht. Nou jongens, wat is het mooi. Je hoort gewoon de hele dag dit op, ja. Ik denk, wat kunnen we nog meer doen in deze wereld? Net gewoon even het dorp ingaan, het wordt nu een lekkere avond. En dan gaan we gewoon eens even kijken wat we kunnen doen. Alleen is de trein helaas hier niet. Ja, dat geeft niet. Zo. Hoe ziet mijn paleis nu van buiten uit? Mooi. Hij ziet er zo niet heel veel. Hoe het er van binnen uitziet. Ik kijk bij de bewakers. Goeiedag meneer. Hoi, alles kids. Ja, dit zijn huizen, maar we zitten even te denken wat hier nog even mee moet gedaan moet worden. Dan ga ik hier nog wat huizen neerzetten. Kijk, het zou wel leuk zijn als ik het zwembad een beetje belicht. Ik dacht dat iedereen van zwemmen hield, maar dat viel me wel tegen. Oh, ik denk nog wel iets hebben wat we zo kunnen bouwen. Kijk, hier wil ik wat diertjes. Ik wil gewoon wat meer huisdieren hebben. En er moet een zwembad komen. Dus eigenlijk denk ik, deze muur moet naar achter getrokken worden. Ja, deze wachttorens die wil ik hier wel zo houden. Maar er komen nog meer wachttorens.
Dit huis is goed. Het huis blijft ook gewoon even groot, maar er komt gewoon nog een grotere tuin. Tenminste, als de planning staat erop. Nou, ik vind het toch goed. En straks wordt dat ook strafbaar om op te lopen. Ik krijg gewoon meer grond. En er komt ook gewoon een kasteel gewoon, ja. Zo groot is. Dat betekent dat er straks ook strafbaar is voor de zombies om daar te lopen. Want ik wil eerst vooral uit de veiligheid van alle poezen. Er komt ook een zwembad en zo, maar eerst wil ik voor de veiligheid wil ik eerst alle zombies weg hebben en alle andere spullen. Nou, die spinnen die zijn er trouwens nog niet overheen gekomen. En misschien zijn ze bang of zo. Ik heb geen idee. Heb ik daar net alles aangelegd, wil ik toch een grotere trein in één keer. Nou, gelukkig is dat mogelijk als koning. Ik kan best wel veel met dit dorp. Maar er staan wel heel veel monsters straks, maar die worden allemaal opgesloten en in dat we dan dag gaan wachten tot dag is. En dan kunnen ze eigenlijk al niks meer. Om alle veiligheid ook te houden, moeten we ook gewoon, ja. Kijk, die spinnen die kunnen hier gewoon makkelijk overheen klimmen. Nee, net voordat het strafbaar wordt om op dit trein te lopen, worden ook nog extra maatregelen getroffen, maar ik weet niet hoe dat. Ik weet ook niet waarom dat ze bij die andere kant niet. Daar is nog nooit iemand overheen gekomen. Ik vind het niet heel erg een chill iets of zo hier. Dat er een keer een spin tegen, maar ik krijg maar allemaal koude rillingen. Oh, ja, kut. Nee, ik ben blij dat die muur nu nog niet open is. Nee, want er moet wel heel veel licht komen. Overal waar ik ben, moet wel een lampje zijn.
Zo. Bijna de hele muur ook gewoon helemaal geüpgrade. En wel straks wordt het gewoon, komt er een nieuwe wet op die hoogstapbaar is om te lopen. Al die dingen moeten hier weg. Hoppa. Nee, er moet nog één laag. Bijna bij de ruïne. Nou, dames en heren, ik heb eigenlijk alles al gedaan. Ik zeg tot over 2 weken. Later. Van deze aflevering, als je hem zo leuk mogelijk doet, schroom me een blauw duimpje omhoog. Abonneer onder dit kanaal, volg op Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok. Volg mij op Instagram, Chris Officieel. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En druk op het belletje, laat een leuke reactie achter. En zeg tot de volgende aflevering. Later.